Volgende maand wordt in Woerden voor het eerst een kunstcafé gehouden, waarin een professionele schilder over zijn of haar werk vertelt en waarbij het publiek in de gelegenheid is om vragen te stellen. De eerste keer is het Adrie Langbroek die vertelt over zijn werk. Ellie Waterman van de organiserende stichting Kunst aan de Rijn Woerden licht toe welke doelstelling de stichting heeft met het organiseren van de cafés. Ellie Waterman, bestuurslid van Kunst aan de Rijn. Wat gaan jullie beginnen? Ja, we zijn al begonnen. Wij organiseren allerlei dingen die we leuk vinden, waar we zelf energie van krijgen en waarvan we hopen dat de mensen in Woerden dat leuk vinden. We zijn begonnen met exposities bij ondernemers, waar we ondernemers en kunstenaars bij elkaar brengen. Daarnaast organiseren we schilderdagen, zo af en toe, zoals hier in Kamerijk. En het eerstvolgende wat we organiseren is een kunstcafé. Dat is helemaal nieuw in Woerden. Dat is nieuw in Woerden. Er is wel een fotografencafé, altijd dat is in het kasteel. En wij hebben een andere locatie gevonden bij de Tafel van 12. En daar hebben we een concept wat een beetje lijkt op dat fotografencafé. Er komt een professionele kunstenaar iets vertellen over zijn werk. En daarna kunnen Woerdense kunstenaars hun eigen werk meenemen en aan elkaar laten zien. En misschien wel wat tips krijgen. Hoe kan het beter? Is dat ergens anders ook al bekend? Ik heb het nog niet gezien met andere schilders. Nee. Dus in Woerden is het zeker nieuw. En waarom gaan jullie het doen? Nou, ik ga het zelf doen omdat ik opgehouden ben met werken. En dan merk je, ja, dat lijkt natuurlijk ontzettend leuk, maar je ziet niemand meer. Dus je moet wat organiseren. En ik dacht, ik geef mezelf een nieuwe baan bij Kunst aan de Rijn. Dat is mijn drijfveer. En Annemiek, die vindt het ook leuk om van alles te organiseren. Dat is de voorzitter van Kunst aan de Rijn. Zij maakt zelf heel veel werk en ze kan het zo exposeren, maar ook anderen de gelegenheid geven om te exposeren. Wat is het doel van een kunstcafé? Jongen, dat is wel een hele moeilijke vraag. Het doel. Nou, ik denk het doel is gewoon vooral een leuke avond hebben waarin je ook wat leert. Wat leert van een andere kunstenaar en ook wat leert over je eigen werk wat je dan meeneemt. En het publiek, kan het publiek ook vragen stellen aan de kunstenaar? Ja, we willen een hele informele sfeer maken. Het publiek heel kleinschalig. Iedereen is welkom. Je hoeft er niks voor te betalen. Het is gratis en iedereen kan de kunstenaar gewoon vragen over zijn werk. Op 5 februari wordt het eerste café gehouden bij de Tafel van 12 aan de Gebroeders Grimkade. Dat is 12 minuten lopen vanaf het station Woerden.